opgezwollen is wat meer puur. Bij Topnotch ben je nu wat dat betreft in een goed warm bad terechtgekomen met kennis van zaken. Ja. Er valt op dat ze de laatste jaren steeds breder zijn gegaan, want het werkt zich niet tot hiphop. Je hebt ook Lucky Fonds en Aux Rouse. Nou, het is een brede catalogus, zeg maar. Wat is volgens jou de kracht van het label? Wat ik zelf ervaren heb, is dat de mensen die muziek maken voor Topnotch het echt voor de muziek doen. Daar heb ik me echt over verbaasd. Ook omdat met de samenwerking die ik zelf mocht doen, weet je, met een flinke naam of Opposites, wat toch best populaire jongens zijn die niet met mij hoeven te werken. Dat we gewoon in de studio zaten op een gegeven moment een nummer aan het maken waar ik denk van ja jongens, dit is best wel, het zou wel eens een hit kunnen worden, weet je. Waarom bewaar je die rap niet voor een eigen song of zo? En daar zijn ze helemaal niet mee bezig. Het is gewoon voor de lol, voor het muziek maken. Weet je, we waren in de studio bezig en dan kwam Gers binnenlopen en hey, ik wil ook een rap doen. En dan Sjaak, ja ik ook. En dan die kwamen gewoon binnenlopen en zo ontstond dat, weet je. Het is gewoon alleen maar lol geweest en humor geweest. En ja, ik denk dat de echtheid toch wel zegeviert. En Topnotch heeft natuurlijk een hele goede promotiemachine en contacten. Die Kees in al die jaren heeft opgebouwd. Kees de Koning heeft een hele grote credibility opgebouwd door keihard te werken en heel veel toffe dingen uit te brengen. En ik denk dat hun kracht is. Gewoon hele echte artiesten die gewoon hele toffe muziek maken. In de breedste zin van het woord. Ja. En hoe was het voor jou om eens een keer niet alles zelf te hoeven doen? Moeilijk. Handjes er vanaf? Ja, heel moeilijk. Dat is vaak op mijn lip bijten, maar dat heb ik me vooraf afgenomen. Omdat ik natuurlijk al 10 jaar alles zelf doe, omdat het destijds fout is gegaan. En ik ook wel eens, op zijn plat Nederlands gezegd, wel eens genaaid ben door labels. Dus het was wel lastig. Maar ik heb mijn vertrouwen maar bij Kees neergelegd. Dat is niet zomaar iemand, weet je. Ik neem aan dat hij weet waar hij mee bezig is. Ik kan het heel erg waarderen dat hij juist een Lucky Fonds en een Aux Rouse uitbrengt. Omdat dat toont toch lef, weet je. In plaats van niet de makkelijke weg kiezen. Open-minded zijn en dat zijn allemaal dingen die me aanspreken. En, ja. Kun je een specifiek voorbeeld geven van een momentje waarop je op je lip moest bijten? Mijn eerste videoclip. Bijvoorbeeld, dat ik echt gewoon, dat je gewoon merkt dat je niet volledige zeggenschap hebt over hoe dat allemaal verloopt. Weet je. Je moet ook creatieve ruimte geven aan andere mensen. Het is een samenwerking, het is niet Sebas die met iemand werkt en dan bepaalt hoe het moet zijn. Nee, het is een samenwerking tussen creatieve mensen en dan moet je soms een druppel water bij de wijn doen. En gelukkig is dat niet het geval geweest met de vocalisten waar ik mee gewerkt heb. Het is allemaal 50-50 geweest, continu. Er was wederzijds respect continu voor elkaars dingen. Ze vonden mijn muziek heel tof, ik vind hun muziek heel tof, dus daar is het niet het geval geweest. Maar ja, bepaalde dingen, weet je, wanneer je album uitkomt, hoe dan de hoest eruit komt, met alles moet je een beetje. Is het anders dan dat je het zelf in je hoofd hebt. Ja. Maar er werd jou geen ruimte gegeven om misschien zelf... Ja, wel, absoluut. Okay. Ja, ik heb carte blanche gekregen qua invulling, qua muziek. Ja. Er is op geen enkel punt gezegd van nou, dat nummer komt er niet op of zo. Ja. Dus ik heb qua creativiteit volledig de ruimte gekregen. Maar als je dan over de beeldvorming die bij je muziek komt gaat praten, dan moet je soms met andere mensen door een deur. Ja. Op de cd, er zijn van die gesproken stukjes tussendoor. Het blijkt heel erg dat je, zeg maar, hoe leuk je het hebt gehad in de studio, dat wil je ook graag overbrengen. Ja, ja, dat was wel, ja. Om wie heb je het hardst moeten lachen van die gasten? Ja, we hebben wel een paar hele grappige dingen. Gelukkig heb ik die opnames kunnen krijgen. Dat was een interview voor 5 Days Off, waar we moesten optreden toen. En dat heb ik nog helemaal bewerkt hoor. Ik heb nog zo'n hardcore beat, het lijkt net alsof je op een hardcore feest bent. Dus dat hij vertelt dat jij helemaal niks waard bent? Ja, precies. Ja. Daar is niet in geknipt. Dat was ook echt het interview. Dat is gewoon de manier, dat is onze humor, weet je, hoe we met elkaar omgaan. En ja, Sef vooral is wel Willem en Twan, waar je van Opposites, dat is één groot feest. Dus het zijn ontzettend grappige jongens. Dus... Maar kun jij dat wel hebben, zeg maar, dat in jouw space dan een soort van... Ja, omdat je weet dat in de studio heb je met elkaar gewerkt, dus je weet dat het goed zit, weet je. Als je daar binnenkomt en je laat een nieuwe hardcore track horen en de Opposites zijn helemaal te springen van oh, dit is helemaal de shit, dan voel je dat ze dat menen. En ik vind hun shit ook heel erg tof om te luisteren, weet je. Ik heb een cd ook in mijn auto en dat draai ik ook de hele week. En ik vind bepaalde nummers ook gewoon echt te gek. En dan weet je dat oké, je hebt een soort van 50-50 overeenkomst van mutual respect, zeg maar. En
Ja, ik ben alleen maar blij dat ik zo verwelkomd ben door al die jongens, weet je. Dat ik zo in een vriendengroep zeg maar, ben opgenomen en op die manier met hun heb kunnen omgaan. En, dus het is waar je nog bang voor bent geweest? Dat ja, tuurlijk. Wereldje... Je gaat met een hele hoop mensen de studio in, dus je moet maar hopen dat het allemaal werkt. En dat was gewoon... Ja, er zat geen teleurstelling tussen. Dat was alleen maar tof en weet je. Ja. Zijn er nog mensen geweest met wie je door omstandigheden niet hebt kunnen werken, met wie je misschien wel had willen werken? Ja, absoluut. Ja. Opgezwollen had ik heel graag wat meegedaan. Ja, dat zijn voor mij wel de pioniers en de grondleggers van de Nederlandse hiphop. En weet je, Eigen Wereld is voor mij nummer één daar. Gewoon het album. Dat, ook weer het nieuwe album van Styx en Art vind ik echt briljant. Dat is op hiphop gebied ver boven iedereen anders uit. Weet je, ik vind wat opposites een flinke namen noemen, dat soort jongens. Dat is ook hiphop, maar met een twist, weet je, meer met humor, met lol, met meer ja, dat stoere gedoe en niet dat pure... Wat minder hardcore. Ja, ze zijn wat meer de... Nou, niet minder hardcore, misschien wel zelfs wat meer, maar opgezwollen is wat meer puur, weet je. Voor mij zijn echt de Wu-Tang Clan, zeg maar, echt de mensen die het echt, of een guru of zo, weet je. Echt de mensen die het echt doen met een hart op de tong van... En Willem en Twan is het gewoon lachen natuurlijk. Wat, gewoon... Met wat meer engagement misschien of zo? Nee, ook niet. Ik denk dat ze allebei er evenveel in zitten. Maar ja, gewoon meer vanuit een purisme. Net zoals ik me altijd druk heb gemaakt over die hardcore scene. En altijd heb geroepen van ja, het moet dieper en het moet... Weet je, ik denk dat Styx en Rico zo naar die muziek kijken. En Willem en Twan is meer gewoon van hé, dit vind ik te gekke muziek en we willen feesten. En Styx en Rico, ik denk dat die er veel meer over nadenken. En veel dieper erin zitten, zeg maar. Ja.